We hebben Mechs koekoekfilets gekocht. Die gaan we mooi een beetje met olijfolie instreken, een beetje kruiden. En die gaan we mooi bakken op de barbecue. Daarbij gaan we gegrilde appel geven. Jona Gold of Haspengoudse appeltjes. Eventjes klokhuis eruit snijden. Op het barbecue eventjes laten grillen. Ondertussen gaan we onze Mechs koekoek voorbereiden. Hier filetjes met het boutje eraan. Dit gaan we eventjes straf snijden. Dit is niet de koekoek die bij u in de tuin zit natuurlijk. Deze wordt, is een ras wat gekweekt wordt in Mechelen. Maar als alternatief kunnen jullie ook paarloen of kipfilets gebruiken. Eerst een beetje vers gemalen zeezout. Een beetje peper. Dan gaan we beide zijden een beetje bestrijken met een beetje olijfolie. Eerst eventjes de velkant naar beneden. Pak niet echt schitterend, hè. Kook met de barbecue is altijd geduld hebben. Dan gaan we hier al een lepeltje Luikse stroop aan toevoegen. Gaan we appel eventjes erop zetten. En een klein beetje suiker toevoegen voor het karamelliseren. Dan doen we er een klein beetje water bij voor een beetje stoomeffect te krijgen. We kunnen de appel in de aluminiumfolie ook tussen het houtskool leggen of gewoon zo op de barbecue. Ondertussen kunnen we onze aardappelwijntjes al opleiden, dan wordt die ook lekker warm. En deze worden dan straks een beetje afgewerkt met een beetje cajunkruiden voor een beetje pittige smaak te krijgen. Maar niet te veel, want een cajunkruiden is ook zoutverwerkt. Dus nooit geen apart zout nog op de aardappeltjes doen, want dit zit al in de cajunkruiden. Hij is zijn broertje aan het zoeken. Die ligt hier. Ondertussen, als ons grijsje verder gaat, gaan we onze wijn voorproeven. We hebben een Gérard Bertrand, een Pinot Noir en komt uit het zuiden van Frankrijk. Redelijk pittig qua smaak en ik denk in combinatie met de koekoek die wat zacht is en met de appel die toch wat zacht zijn, die cajunkruid dat gerecht een beetje pittiger maakt, dat deze wijn daar perfect bij past. Santé. Zo. Nu het appeltje eruit. Gaan we in het midden van het bord leggen. Dat kunnen we dan een beetje insnijden, een beetje trancheren. Leggen we dan mooi op het appeltje. Zo. Een beetje cajunkruiden, niet te veel. En dan gaan we mooi de Luikse stroop die we gebruiken voor het appeltje, mooi als sausje gebruiken. En dan gaan we dit serveren. Zoals hè. Ik zou zeggen smakelijk eten.